Ik heb nou gehoord gekregen wat het slechte nieuws was. Wat is het slechte nieuws? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Het begint goed, mijn goede morgen. Maar waarom begint het goed? Ik ben een van de afstandsmogelijkheden van de tv aan te zetten. En ik zit al de hele tijd te zoeken, maar ik kan nergens vinden. Ik wil mijn tv aanzetten, maar dat kan nou niet, want ik heb die afstandsbediening niet. Heb je die afstandsbediening ergens neergelegd dan? Echt, mijn goede dag ging gelijk heel goed. Ik heb één afstandsbediening. Maar dat is alleen de afstandsbediening van de kastje, maar dat red ik niet mee. Ik zit hier te kijken. Nou, moet niet gek worden. Ook niet. Nou. Nou. Ik moet echt weg gaan zoeken. Ik ga tussendoor even lekker bakje koffie maken. Even denken waar ik heb opgelaten. Misschien helpt dat ook nog. Maar ik heb geen flauw idee. Als het goed is, had ik dat terug neergelegd op het plekje. Dat doe ik altijd, leg ik altijd op een boekje neer. Eigenlijk wel. Dus. En water is ook nog op. Ook komt er ook nog weer bij. Dus. Maar dan ga ik nu even lekker koffie zetten. En dan even bedenken hoe ik de tv aan ga zetten. Ik stond ineens net te kijken, had ik hem op mijn bed laten liggen. Wauw, Sander. Kijk maar, want deze zocht ik. En als het goed is, kan hij aan. Heb ik lekker radiootje. Hoppakee. En Watson. Zo oude nummer, maar wel. Leuke nummer. Dus, maar ga ik nu even. Koffie heb ik net gezet. Doe een klein melk en suiker in. En ga ik even lekker. Van een bakje koffie genieten. Ik ben lekker zonder jas, lekker naar mijn werk gegaan. En wat ik ook nog nu ga doen is even eten halen voor vanavond. Ik doe dat altijd. En ik denk jullie, maar Sander, je komt net uit je werk, daar kan je ook eten halen. Ik dacht, weet je, ik wil gelijk van het meer genieten, lekker door het weer lopen. Dus dacht ik, we lopen dan even lekker naar het Gouwenplein. Kan ik lekker even lekker eten halen. Maar ik heb ook lekker eten wat ik voor morgen moet halen voor de bovengroep. En dat is een recept van mijn vriendin. Sander. Die ga ik morgen met de groep mee eten. Ik ben benieuwd wat de groep er eigenlijk van vindt van die recept. Maar dat gaan we ook morgen wel horen. Ik heb iets gehaald nu, wat ik na lange tijd niet gegeten heb. En dat is piccolini's. Dat is echt super lekker. Dus daar ga ik even een bordje bij pakken. En dan ga ik dat even eten. Piccolini's. Oh, wat is dat tijd geleden dat ik dat heb gegeten. Best wel. Echt heel lang geleden. En ik heb er 2 doosjes van gehaald, want we waren in actie. Dus vandaar. Oh, wat is dat dan lekker zeg, piccolini's. Echt heel lang niet gegeten. Echt heel lang geleden, echt heel de tijd geleden dat ik dat niet gegeten heb. Laatst is voor mij bij mijn oude vader geweest volgens mij. Toen ik nog bij mijn vader woonde. En er zit 3 in 1 doos. Ik weet niet of ik nog trek hierna heb, maar ik denk wel. Zo, ik ben aan het neerleggen. Hop, 1. Twee. Drie. En kan je net ook even gegeven. Oh. Zo, oké.
die liggen allemaal. Mijn papiertjes weg natuurlijk. Dan ga ik ze lekker in de open doen. En voordat ik ga doen, ga ik eerst kijken hoe lang die erin moet. Oké. Die open. Kan ik nu wel in doen. Ik weet hoe lang ze erin moeten. 200 en dan doe ik wel 15 minuten. Zo. En dan wachten maar tot ze klaar zijn. De piccolini's zijn klaar, maar ik zat net aan mijn handen te reiken. Die ga ik helemaal naar schoonmaak. Het was ongelooflijk vies, dus ik ga even handen wassen en dan ga ik de piccolini's uithalen. Oh, echt heel vies om schoonmaak spul op je handen laten vallen. Oh, zo, dat was beter. Hopskedee. Ah, zo vies. Want ik had op mijn werk had ik hem laten vallen. En nou zat dat schoonmaakspul helemaal op mijn handen. En dat is niet echt lekker gevoel om te voelen. Maar ik ga even een plankje pakken. Voor de piccolini's. Ik had zeggen pizza, maar het zijn piccolini's natuurlijk. Dus ga ik die eruit halen. En dan lekker van eten. Als het goed is, zijn ze gaar. Dus ga ik ze hem even lekker uithalen. Hoppakee, kom maar hier. Piccolini's. En als het niet genoeg zijn, nou, ga ik dadelijk de tweede erin gooien. Dus ga ik nu van deze genieten. En dadelijk van de, als ik nog honger heb, van de andere. Mijn vader belde me op net en die zei van... Sander, kun je even mijn gevoel goed me brengen. En of ik langs zou komen, want hij had slecht nieuws. Dus ik weet niet wat er slecht nieuws aan is. Ik ga het zien. Hij zei, je kan beter even langskomen. Dus ik weet niet wat er is, maar ik ga het wel horen. Ik ga het zien. En ik laat jullie wel misschien wel weten als het niet te bevelend is natuurlijk. Maar ik ga nu even kijken waarom ik langs moet komen. Daar ga ik ook nu even langs. En al ben ik nu onderweg, kan ik ook gelijk zeggen, ik heb gewoon letterlijk 2 dozen van die piccolini doosjes op. Dus er zitten totaal 10 stukjes in. En ik heb er totaal 20 stukjes van gegeten. Echt ongelooflijk. Ik zit nu echt ook bomvol. Maar wel lekker. En wat is het lekker weer gewoon. Lekker weer, zonnetje schijnt. En moet je beseffen dat morgen nog warmer wordt, wordt het wel 31. En nu is het gewoon 26. En dit is nog niet alles. De hittegolf komt eraan. Ja. Kijk er nu al naar uit. Nee, not. En moet ik ook nog werken. Gelukkig is het bij mijn supermarkt gewoon cool. Kan ik daar gewoon normaal werken. Heb ik niet zoveel hitte. Dus dat valt voor ongelukkig nog mee. Maar gewoon deze weer nog buiten lopen. Je weet zo'n echte pest. Ik heb nou gehoord gekregen wat het slechte nieuws was. Wat is het slechte nieuws dan geweest? Mijn oude oppas Toos, die is al ooit in een vlog gekomen. En dat ging mijn telefoon. En die is deze week overleden. Welke dag, weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval deze week overleden. En wie is Toos voor zekerheid? Wie je beeld niet kent, dat is dit. Nou, ik ben nou aangekomen bij Toos. Hoe vind je lach van? Ja, gezellig. Ja, gezellig. Mensen hier. En hoeveel ben je aangekomen? Met 2 personen. Dat doe je dan niet. Nee, je zei je bent aangekomen. Ja, ik ben groot aangekomen. Yeah. En hoeveel ben je aangekomen? Hoeveel kilo? Oh, dat is top. Nou, ik ben gewoon... Zo mooi, jongen. Dat is een droge opmerking hier zo. Dat is helemaal, ja. Er zijn wel heel veel lachmomenten. Ja. Hier. Te lachen. Ja. Te gierig lachmomenten. Nou niet. Dus er zijn er gewoon veel. Ja, dat ja. Veel. Ja. Ja, heel veel. De lachmarathon. Dus, Zeker weten lachmarathon. Ja, ja. Ja. Dus we doen heel veel aan gymnastiek, zeg maar. Ja. Lachgymnastiek. Ja. Dat is belangrijk. Heel veel aan, ja.
Ja, nu is het gezellig, dit toch? En dat is heel, ja, dit is verschrikkelijk gezellig. Ja, ik heb... Heb je ook oude tijden gehad en zo? We hebben het zeker weten over, ja, over oude tijden. Kan je vertellen, hoe was ik eigenlijk vroeger? Ja, zo vervelend. Of een pis, joh! Nee, helemaal! Ik heb hem heel snel uitgetrapt, hoor! Heb je buiten huis gezien, joh? Sander is nog steeds heel lief en was vroeger ook heel lief. Was ik dat eigenlijk toch maar wel... Toos, je mag helemaal niet jokken, joh! Die verliezen wel. Maar was ik een verlegen persoon? Ja. Ja, je was heel verlegen. Je was echt verlegen, mijn broertje of Mijn broertje was niet verlegen, die was gewoon meestal boos. Ja. Boos? Ja, dat is weer een ander verhaal. Ja. Die was niet eens met de situatie die hier neergezet werd, die was dus boos. Ja. En jij was heel timide, heel rustig. En ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, je wist het ook allemaal niet. Je wou het eigenlijk niet. Nee, dat wordt allemaal wel opgenomen, hè? Ja, nou, dat geeft dan niks. Het is wel waar, ja. Laten we wel wezen, en dan zie ik dat toch op beeld, ik ben gewoon wel de beste oppas. Ja, dat vind ik mee eens. Ja, dat ben ik gewoon. Ik heb het gewoon hartstikke goed met jullie. Oh, zijn geen oppaskindjes meer. Ja. Nee. Nou, dat is een ander jammer. Nee, dat toch wel. Ja. Je wil nog blijven doen, toch? Ja, dolgraag. Wil je nog wat vertellen? Misschien als je iemand nog... Oh, wacht. Ik moet even die... Zit maar aan het... Ja. 0%. Nee, dat is er niet aan. De situatie is veranderd dat de kindjes gaan nu naar een oppascentrum. En, ja. Ja, oké, het is prima zoals het is, maar ik vind het wel jammer dat het vrij uit de laat is. Ja? Ja, ja. Want ik heb heel veel... En dit was de eerste, Ja. En ik heb nog steeds... Dat is grappig, hè? Ja, samen met Dennis dan. Ja, okay. En de meisjes die daarna kwamen, hebben ook nog contact mee. Ook met de vader en moeder. Ook nog? Ja, dat is zeer zeker weten. Ja. Francis en Janine zijn naar jou en Dennis gekomen. En die zitten nog iedere verjaardag van de vader en moeder, van de meisjes, tweeling. Dus dat is één dag. Dus misschien als je iemand nog op dat zoekt. We zijn nog steeds met elkaar in contact. Ja, en misschien voor mensen die nog op dat zoeken. Ja. Kom maar bij. Ja, die worden dit jaar ook 20. Die worden dit jaar 20. Ja, als je ouder wordt, dat moet je niet zeggen hoor Sander. Want dat betekent dat je ouder wordt. Tijd vliegt. Tijd vliegt. Dat klopt ook wel. Ik vergelijk voor mezelf altijd van, als ik nu aan het werk ben, ik ga even zitten voor een bakje koffie. Dat is een kwartier helemaal niks. Maar toen ik op de lagere school zat en we hadden speelkwartier, deden we van alles. Ja? Er kwam bijna geen eind aan onze kwartier. En, dus wat dat betreft, ja, de tijd, hoe ouder je wordt, gaat de tijd steeds sneller. Ja, dat heb ik wel gemerkt, ja. Hoe ouder je wordt, hoe jaar sneller gaat ook. Ja. Dus dit gaan we nu gewoon kijken. Is het alweer oud en nieuw? En gisteren was het ook al oud en nieuw. Dus gaan we nu lekker gezellig weer bij klanten. Dat heb ik in zomer gehad dit jaar. Ja, dat waren oudere beelden. Vroeger van Teus, toen ik... bij haar wel ben geweest en die is helaas overleden. Ja, het is altijd, ja, het is een raar gevoel. Oude oppas waar je vroeger als baby of zijnde ben heen geweest en dan is hij op het moment niet meer. Dat is een heel raar gevoel. Maar wat ik wel blij mee ben is dat ik vroeger na, toen ik niet meer langzaam ben heet, toen ik daar wegging, ik heb oppas gehad, ging de oppas naar oppas. En opeens, ik weet niet hoe het in is gegaan, toen had ik ineens contact weer met haar. En ja, dat vond ik wel het leukste om mee te maken. Dat ik gewoon ineens al contact met haar had. Maar ik weet niet, er is een periode geweest dat het verwaterd is. Ja, dat heb je ook wel eens. Dan heb je opeens heel veel druk. Door de opnames heb ik natuurlijk druk mee gehad toen. Die periode is een beetje verwaterd. Dus, maar ja, ik ga nu richting huis toe. Ik ben even langs mijn vader geweest, langs mijn moeder geweest. Was even super gezellig. Lekker gebabbeld in ieder geval. En dan ga ik nu lekker richting huis toe. Want het is al 9:30 geweest. Het is gewoon hard. Voor je het weet is het 12:00. Dat is sowieso altijd bij mij. Is ineens boom, 12:00. Zo, ja, dat was een stukje over Toos. En ja, voor mij morgen is het afscheid van Toos.
krijg een linkje binnen van Arie, die ook toen in beeld kwam. En ik heb even een tijdje met hem zitten bellen, hoe dat gaat en hoe hij zich voelt, hoe hij is. En ja, een raar gevoel gewoon eigenlijk. Ja. Even met naar mensen gevraagd, Laksman kent hem ook toevallig. Daar heb ik hem gelijk geïnformeerd. Nog meer mensen informeerd die Toos kennen. En dan jullie natuurlijk. Heel bizar om dat te zien, horen eigenlijk, dat ze het niet meer is. Maar wat eigenlijk ook wil zeggen is gelijk vlog af wil sluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijk via een groene nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik heb veel honger en ik dacht ik wil wel lekker YouTube te halen kijken. Maar ik heb ook lekker gegeten met de groep. Was super 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 lekker. En ik moet vandaag of morgen ga ik even lekker haar schoonmaken. Dus laat ik deze plaat liggen voor.